Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze podcast gaan we het hebben over de vraag: digitalisering in het onderwijs, is het een Trojaans paard in de klas? En over deze vraag ga ik in gesprek met Maarten Wolzak, oprichter van Mynder, een toepassing, internetfilter, waarmee leerkrachten in één handomdraai sociale media en gamesites kunnen reguleren en zelfs blokkeren. Hoi Maarten. Hi, hallo. Leuk dat je bent. Fijn en ja, naast jou zit Gertie Verrek. Jij bent directeur van het Brein Centraal Leren Instituut en mede-auteur van het boek Van Brokkelbrein naar Focus. Mm-hmm. Veel gevraagd spreker en trainer over breinleren. Klopt. Nou, we gaan toch wel een spannende en hele actuele vraag proberen uit te pakken en te verkennen in deze podcast, in dit gesprek. Jullie hebben ook samen en met wat andere collega's een artikel geschreven. En dat was eigenlijk de aanleiding om eens op de lijn te komen en dit gesprek voor te bereiden en te gaan voeren. Ja. Maar misschien eerst even vooraf, Maarten. Jij hebt dus een toepassing gemaakt, een soort filter. Ja. Waarmee je dus als leerkracht eigenlijk alle games, alle sociale media kunt uitzetten of in ieder geval kunt reguleren. Ja, ja. Nou, kunt uitzetten tijdelijk. Dus ja. Het is gewoon een fysieke draaiknop. En dan kun je 5 standen zetten. En in 2 van de 3 van de 5 standen kun je wel gamen in social media. En in de andere standen kun je niet gamen in social media. Maar kun je wel educatieve toepassingen allemaal volgen. En zoeken op internet naar alle informatie. Ja. Ja, zo kunnen leerkrachten er gewoon voor zorgen dat ze beter gericht bezig zijn. Ja. Dat de leerlingen beter gericht bezig zijn. Hoe ben je daar opgekomen? Het is begonnen met een toepassing voor gezinnen. Vanuit een idee van vanuit het probleem waar we allemaal tegenaan lopen. Wat we allemaal zien. Mm-hmm. En toen we toen we dat hadden gemaakt samen met toen al 2 collega's. Toen kwam de vraag uit het onderwijs van: hey, kun je dat ook voor in de klas doen bij mij? Ja. En daar zijn we mee aan de gang gegaan en daar hebben we daar hebben we het eigenlijk voor verbeterd. En nu is dat heel goed toepasbaar daar. Ja. Ja. Dus je kunt echt letterlijk, dus eigenlijk heb je dus weer regelkracht terug als leerkracht om te bepalen wat je wel en niet in die klas wil toelaten. Ja. Ja, dat is echt de. Vroeger had je natuurlijk een boek. Ja. En dat deelde je dan uit. En daar stond dan informatie in over het vak wat je wilde leren. En achterin stond er geen spelletjes of foto's of weet ik veel wat. Nee, dat stond er allemaal niet in. Maar nu wel natuurlijk. Je geeft die computer. Ja. En de kinderen of de leerlingen kunnen zich natuurlijk richten op die educatieve toepassingen. Ja. Maar ja, een klikje weg is ook. TikTok is ook een spelletje. Is ook, Spelletjes.nl zag ik laatst nog tijdens een lesbezoek. Dan kan je heel snel even naar een andere pagina gaan en even 5 minuutjes met zo'n autootje rijden. Ja. Ja, leuke spelletjes. Maar Gertie, je hebt meegeschreven aan die publicatie. Ja. Maar jij bent breinexpert. Ja. Digitalisering is dus een vorm van innovatie, technologische ontwikkeling. Kan je niet tegenhouden. Mensen bedenken nieuwe dingen. Maar kan je iets zeggen over hoe het brein nou reageert op al die prikkels en die digitale producten, diensten die je kunt gebruiken? Dat is een grote vraag, maar hoe kijk je daar nou naar? Nou, kijk daarnaar. Van de ene kant is het natuurlijk fantastisch, al die mogelijkheden die er zijn. Ja. Het feit dat we dingen kunnen verbinden, dat we dingen op kunnen zoeken. Fantastisch. Dus dat is prachtig. De andere kant daarvan, en dat hebben wij in ons boek Van Brokkelbrein naar Focus heel sterk proberen te belichten, is dat het een enorm appel doet op aandacht. En dat is wel een voorwaarde bij leren en ontwikkelen. Dus daar zit volgens mij de makker. Want wat je wil als leerkracht, is dat ze erbij zijn. Dat ze volgehouden aandacht hebben bij het thema wat je vertelt. Ja. En dat maakt het heel uitdagend. Want die verleiders die maken het ook uitdagend om bij het thema te blijven. We kunnen niet meer dingen tegelijk doen. Even naar een telefoon kijken en dan weer naar de instructie. Nee. En dan weer even wat anders doen. Je hebt aandacht nodig om te leren. Ja, je hebt volgehouden gerichte aandacht nodig. Multitasken kunnen we niet. Vrouwen overigens ook niet. Hè. Dat is ook zo'n mythe die we hier meteen kunnen ontkrachten. Maar dat gaat niet tegelijkertijd. Zo werkt aandacht niet. En dat maakt dat we leven eigenlijk in een aandachtseconomie. Aandacht is enorm kostbaar. Ja. En hoe zorg je ervoor dat bij die jongere groep je eigenlijk ook nog gerichte aandacht kunt hebben? Ja. Ja. Om te kunnen leren. Moeten we goed over nadenken? Moeten we goed over nadenken, inderdaad. Ja. Ik in het onderwijs hoor ik ook wel heel sterk dat de docenten ook echt wel het gevoel hebben, die aandachtspannen die vermindert. Het wordt steeds uitdagender om überhaupt de aandacht te vangen. Nou, je hoort het ook van ouders. Zeker.
En voor ons boek heb ik ook heel veel leerlingen en studenten mogen bevragen. Ja, dat zag ik wel even. Ja. Zij weten het zelf ook. Zij weten het zelf ook. Ja, zij weten zelf ook. Ze snappen prima hoe uitdagend het is. Maar je hebt gewoon niet in de gaten als je wil beginnen met huiswerk en je denkt ik doe even een half uurtje gamen. Dat je anderhalf uur verder bent. Dat eigenlijk. Oké, dat ook al. Dus ja. Je bent met een spelletje bezig of je bent digitaal iets aan het doen. En daarna naar je taak toe. Ja. Je wil bijvoorbeeld je huiswerk maken. Dat heeft ook al een overgangsperiode. En dat wordt dus minder efficiënt. Je leert minder goed. Je leert minder goed. En je hebt niet in de gaten dat je die anderhalf uur al met iets bezig bent geweest wat ook heel veel aandacht. Oh zo, ja precies. Ja. Als je geen klokje zet, dan wordt 20 minuten al heel snel een uur. Ja, wordt een uur en dan heb je al daarop je volgehouden aandacht gezeten. Dat en dan moet je daarna weer gaan leren. Ja, en over het algemeen is dat leuker dan dat geschiedenis wat je moest gaan doen. Ja. Leren doet pijn. Ja. Leren is trainen, is net zoals in de sportschool. Het is lekker om op de bank te zitten en een video te kijken. Dus ja, en als het dan zo dicht bij elkaar zit, zeg maar als de bank en de sportschool eigenlijk hetzelfde zijn, namelijk de online game en het online leren, dan wordt het toch wel heel erg makkelijk om te blijven gamen. Ja. Ik heb ook wel eens een keer gelezen dat ons brein ook van zichzelf lui is in de zin van het wil optimaliseren, wil zo min mogelijk verbruiken. Dat zou dus ook mee te maken hebben dat je dus in combinatie met die digitalisering eigenlijk het brein langzaam in een soort lekkere staat van tv kijken brengt. Want dat kost eigenlijk weinig energie, toch? TV kost kijken. Weinig energie, inderdaad. En ons brein is oftewel heel lui, of als je het wat positiever labelt, heel efficiënt. Heel efficiënt. Ja. Dat maakt, en daar maken appontwikkelaars denk ik heel goed gebruik van. Die behoefte aan nieuwsgierigheid, dat maakt dat bijvoorbeeld herhalen in het onderwijs ook altijd een dingetje is. Want je weet dat je herhaling nodig hebt om dingen te leren. Maar we vinden het al heel snel saai. Ja. En daar die apps die steeds iets nieuws, een appel doen op die nieuwsgierigheid. Ja, dat is natuurlijk heel erg interessant. Zo. Ja. Interessant. En dan zijn jullie een artikel gaan schrijven. Digitalisering in het onderwijs, een Trojaans paard in de klas. Een stelling dat het dus eigenlijk een soort gevaarlijke iets is wat je niet helemaal kunt overzien. Hè? Je denkt, het Trojaanse paard van Troje, werd naar binnen gehaald. En 's nacht kropen er allemaal ridders uit die het hek openzetten. Ja. En toen ontstond, toen viel Troje. Er wordt veel gedacht dat de digitalisering van het onderwijs verbetering van de kwaliteit meebrengt. Ja. En er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor. En de onderbouwing die er wel is, is flinterdun. Dus maar omdat men denkt dat het zo is, wordt het naar binnen gehaald. Ja. En dat vinden we een probleem. En dat is ook de aanleiding voor het schrijven van dat artikel. Er zijn ontzettend veel onderzoeken internationaal die erop wijzen dat invloeden van digitale middelen, van devices, niet alleen maar positief zijn. Zeker niet waar het volgehouden doelgericht aandacht betreft. Maar toch halen we het steeds weer die klas in. En ik had er laatst nog een discussie over met een collega van me, van discussiegesprek over. Mm-hmm. Ik denk dat we vanuit de volwassen wereld, vanuit de professionele bedrijfswereld, vanuit ons uitoefenen van ons vak, wat we als professionals doen, daarin kunnen we computers heel goed gebruiken. Want we hebben al geleerd wat we moeten doen. Ja. En computers zijn super handig om die dingen uit te oefenen. Daarbij vergeten we dat het traject daarvoor, het leren van datgene wat we nu kunnen, dat de meeste professionals die we spreken, die hebben dat niet geleerd op een computer. Want er beginnen er nu een paar te komen. Dus we denken waarschijnlijk, dat weet ik niet hoor, dat is gewoon een gedachte van me, dat voor leerlingen ook goed zal werken. Ja. Maar een heleboel onderzoeken wijzen iets heel anders uit. Ja, er is helemaal geen bewijs voor. Nee. En een ander punt wat je hiermee eigenlijk ook maakt, is een beetje die curse of knowledge. Wij weten allerlei dingen al, wij kunnen allerlei dingen al. Wij gebruiken die computer voor ons, een document maken voor de gespreksleidraad voor deze podcast. Ja. Anders had ik dat moeten schrijven, moeten opsturen. Nou, is handig dat ik dat nu per mail kan doen. Maar dat is wat anders dan dat leerlingen leren schrijven of leren een tekst maken op diezelfde manier. Of dat ik mijn norm daarover op de computer leg op hoe kinderen als groep iets aanleren. Ja. Ja, ja. Ja, en ik denk, die digitale transitie is zo snel gegaan. Ja. En zo snel in het onderwijs. En aan zich biedt het enorm veel mogelijkheden. Want ik wil het vooral geen hetsen tegen IT laten zijn. Nee. Omdat het, waar waren we geweest in corona als het er niet was geweest? Dus het biedt enorm veel mogelijkheden. Maar zeker als je kijkt naar de toepassingen in het onderwijs, is er soms nog heel weinig nagedacht. Ja, en hoe dan eigenlijk? Ja. En waarom dan eigenlijk? Wat is het doel hiervan? En ook wel, hoeveel schermgebruik levert het eigenlijk op? En die vind ik heel interessant, omdat ik vind dat je
Nou, ik ben zelf ook ouder, hè, dat je bewust bent van met hoeveel schermgebruik is er op een dag. En hoe doe je dat eigenlijk met je kinderen? Maar in het onderwijs is dat gesprek een beetje voorbij gegaan. Ja, hoeveel eigenlijk? En wat gebeurt er eigenlijk als ik iedere les een Kahoot inzet? Ja. Hoeveel schermuren zijn dat eigenlijk? Dat is heel bijzonder. Ik vind het in een artikel een mooie metafoor, dat op het moment dat je kinderen in het zwembad gooit, geef je ze ook zwembandjes. En zeg je op een gegeven moment ook eens, kom er eens uit. Ja. Dat lijkt me lang genoeg. Ja. En in het onderwijs is dat gesprek erbij niet van hoeveel dan eigenlijk? Nee. En hoe dan? Ja. Nou, en daarvan denk ik, ja, dat zou mooier in de pas mogen lopen met de mogelijkheden en wat willen we er eigenlijk mee? Ja. En welke effecten heeft het er meer? Ja, het gaat ook op, in jullie artikel hebben jullie het ook over de leerkracht-leerling-relatie. Hè? Ja. Dat je eigenlijk zegt van ja, dat scherm neemt dat in zekere zin over. Hè? Dus dat zie je natuurlijk ook in klassen gebeuren, dat ze dan een filmpje aanzetten van een kwartier waarin iets wordt uitgelegd door meester Jaap of zo van YouTube. Ja. Terwijl dat eigenlijk heel gek is, want er staat toch een leerkracht. Hij ja, of zij zou toch. Meester Jaap op YouTube, die kan er natuurlijk veel interessanter. Ja, en leuker. Zijn. En ja, waarom zetten we dat dan niet dan nog een keer in? Maar de vraag is, volgens mij is dat nou beter? En wat doet dat nou eigenlijk überhaupt pedagogisch didactisch? Ja. Ja, dat is iets wat uit het OESO-onderzoek komt. Dat, ja. Dat er zichtbaar wordt door het onderzoek dat hoe meer digitale middelen er worden ingezet, hoe slechter de leerlingen de cognitieve vakken eigen maken. En ze verwachten, dat is een verwachting of een vermoeden wat wordt uitgesproken, dat het in de dat het tussen de leraar of de leerkracht-leerlingrelatie komt. Ja. Ja, dus dat is niet iets wat is vastgesteld, maar is een vermoeden van de onderzoekers. Ja. 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 En daarnaast denk ik van ja, ik werk heel veel in het onderwijs. Ik zie heel veel deskundige professionals die ook krap in de tijd zitten. Dus soms is het ook gewoon het gemak. En ik denk dat we niet moeten onderschatten dat rolmodelgedrag, dat afkijken van hoe doet mijn eigen leerkracht dat. Praten over processen, hoe kom je eigenlijk van A naar B. Nou, eigenlijk denkvormen die je ook nodig hebt, die leer je heel erg vaak van die leerkracht. En dat vervang je niet met het filmpje van meester Jaap. Alhoewel de instructie misschien fantastisch is. Ja. Gaat het natuurlijk welzijn, plezier, verbinding. Ja. Meester Jaap maakt ook geen oogcontact. Nee. En kijkt even. Je kan ook niet aan meester Jaap vragen. Ja, maar wacht even, dat snap ik net even niet. Ja, dat... Wat ik er ook gek aan vind, is dat je eigenlijk in één keer, op het moment dat je dat filmpje aanzet en die instructie gaat aan, dit gebeurt in het basisonderwijs echt heel veel, steeds meer, in het beroepsonderwijs overigens ook, dan is er geen enkele moment meer en mogelijkheid meer om af te stemmen. Dan gaat het filmpje, het loopt gewoon. Ja. En dat staat eigenlijk haaks op het idee van differentiëren of aanpassen. Ja. Kijken waar de leerlingen staan, checken van voorkennis, herhalen, wisbordjes, whatever. Dus dat is eigenlijk een hele vreemde stap. Ik heb ook wel eens het idee dat het ook gaat over dat je inderdaad even kan bijkomen. Dat het gewoon een rammetje volle agenda is. Ja. En dat je even 5 minuten hebt om... Nou ja, glas water te pakken om even te kijken naar het volgende onderdeel van je les. Ja, ja. Ja. Dat zou best kunnen. Dat zou misschien niet heel vreemd. Ja. Dus eigenlijk daarin de tijd nemen om na te denken, hoe wil ik eigenlijk dat dit moment gebruikt wordt? Mm-hmm. Daar is veel in te winnen. Ik vind ik zie heel veel ook mooie praktijkvoorbeelden. Ik zie bijvoorbeeld een docent die zegt van, nou, we hebben bij natuurkunde dit behandeld, de laatste 5 à 10 minuten, neem mij maar op. Ik geef nog even de samenvatting ervan. Je mag daarna nog vragen stellen. En dit filmpje kan je thuis een keer kijken voor de toets. Bijvoorbeeld. Oh ja, dat is wel leuk. Misschien. Dat vind ik een hele mooie manier. Hè? Dan zet je hem stapsgewijs op. Ja. Dan begeleid je. Dan helpt het leerling heel erg. Want ze zien jou. Ja, ze zien die opname. Maar ze zien bijna ook nog in welke context ze in die klas zaten. Ja, je hebt herinnering aan de activiteit. Je hebt herinnering aan die activiteit. Je hebt ook nog de mogelijkheid om daarna vragen te stellen. Ik denk van ja, dat vind ik een hele andere vorm. Ja. Dan klikt meester Jaap. Hey, en leren, want steeds meer kinderen lezen ook op een scherm. In de zin van dat scherm, daar staat tekst op. En vroeger was dat in een boek. Ja. Hoe kijken jullie daar dan naar? Is dat, ik las een paar weken geleden dat het ook slecht is voor de ogen. Dat steeds meer kinderen een bril nodig hebben. Ik weet niet of dat zozeer is. Of ga ik dan te kort door de bocht? Dat denk ik, weet niet zeker. Want volgens mij is heel veel lezen van een boek ook heel slecht voor de ogen. Oh ja, oké. Okay. Dus als je kijkt naar scherm en afstand, dan zit daar wel een relatie met bijziendheid. Maar wat vooral... Als je kijkt naar leren en onthouden, zit er heel veel verschil tussen digitaal lezen en uit de boek. Tja. En we leren natuurlijk heel veel via de zintuigen. Dus als je kijkt naar regulier lezen... Nou, exact ook wat je net zegt over die leerkracht die zich laat opnemen. En waar je vervolgens als leerling een context bij weet. En je weet nog waar je zat en je weet nog wat er gebeurde in die klas. Het is veel makkelijker om dat ook in je herinnering terug te halen. Ja. En als je iets leest van een boek wat altijd dezelfde pagina is... Ja.
Dan weet je ook niet meer waar het in het boek staat. En als je gaat scrollen, weet je niet of het boven of onderaan de pagina stond. Ja. Terwijl dat heel en die, hè? Dus die zintuigelijke informatie en die context, die ontbreekt veel meer. Ja. Letterlijk het bladeren door het boek. Hè? Dus gewoon dat soort zintuigen worden gebruikt. Je voelt het. Soms ruik je het. Als het boek al wat vaker gebruikt is. En er zit iets heel geks bij dat digitaal leren lezen door scrollen. En scrollen is echt iets anders dan lezen. Gaan we sneller lezen? Alleen we verwerken helemaal niet sneller. En we denken, we herkennen het. Ik kijk even terug. Maar herkennen en kennen is iets heel anders. Dus we gaan door scrollen sneller lezen. En dat gaat echt, niet. Het is interessant, want ik heb hier een Twitterberichtje over gezien van Martin Bootsma. Dat is iemand van een school in Amsterdam die heel veel met literatuur doet. En die hetzelfde zei. Van, ik heb de indruk dat we sneller lezen. Ja. Terwijl vroeger lazen we langzaam. Hè? Langzaam, omdat dat beter is voor het verhaal goed op je. Dus we gaan eigenlijk daardoor... Je gaat sneller. Tempo maken. Ja, en er zit een soort van omdenken in. Want je denkt, ik ken het. En dat is niet waar. A, ken je niet. En B, is er iets in diepteverwerking wat daarin mist. Je overschat eigenlijk jezelf daardoor. Extra daardoor, ja. Ja. Maar bij schrijven geldt eigenlijk hetzelfde. Van hoe laat je aantekeningen maken? Kun je daarin variëren? Omdat daar hetzelfde eigenlijk speelt hetzelfde proces. Ja, als je moet schrijven met de hand, dan moet je natuurlijk samenvatten. Want je kan niet zo snel schrijven. Daarnaast heb je de bewegingen, de fysieke bewegingen. Je moet de letters vormen. Je moet nadenken over wat de persoon zegt. Dat zijn allemaal hersenprocessen die niet gebeuren op het moment dat je het gewoon verbatim overtypt. Ja. Ja. En je zet het brein aan. Hè? Doordat je aan het selecteren bent, is je brein überhaupt anders bezig. Je brein aan het denken, is aan het processen. Dus dat zijn allemaal dingen die toch doet me ook een beetje denken, wat jullie nu zo zeggen over dat scherm. Ik was vorige week bij een aantal lesbezoek gedaan, ook op een lagere klasse, waar leerlingen ook echt met kralen leren tellen en met blokjes, waar ook veel tactiele ervaringen zijn. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke manier om ook om een begrip te krijgen, een idee te krijgen van 6 of van 8 of van 8 plus 4. Dat? Maar dat is natuurlijk echt heel anders dan als je dat ziet op een scherm en je kan het dan opzij schuiven. Ja. Ja, het kan misschien een beetje trillen, maar het is natuurlijk veel minder dat je het in een bakje ziet, je hoort het, want het ene met letterlijk met je hand til je het op, je doet het in het andere bakje. Ja. Dat is misschien voor het brein ook. Als je kijkt naar zintuigelijke informatie, verwerken wij een andere kwabben. Dus op het moment dat wij meerdere zintuigen worden aangeboden, wordt de leerervaring wordt gewoon rijker. En dus op het moment dat je doet, is prima dat je een soort van basis geeft digitaal. Maar als je het andere doet, dan maak je het zoveel rijker. En ik vond het wel mooi, want vorige week was ik op een hogeschool aan het trainen. Toen zei ik, zullen we eens even 10 minuten. Welke werkvormen deed je voor corona? Wat deed je toen? Nou, die hadden we echt binnen 3 minuten hadden we die vol. En ook bijna van, die hebben we vergeten. Ja. Jeetje, toen deden we inderdaad die bouwwerk. Deden we gewoon op die manier. Of van de tijd nemen om ook even te kijken welke werkvorm, welke manier. Of hoe kan ik dingen combineren? Ja, in plaats van... Ja, waardoor het meteen in het geheugen zit. Ja, ik merk, je houdt ook een pleidooi voor een zinvolle benadering, een doordachte benadering. Ja. En een combinatie van wat werkt te gebruiken, maar wel erover na te denken. Ja. En niet zomaar rücksichtloos te implementeren. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, die mobieltjes, al die kinderen hebben tegenwoordig een mobieltje. Het is er toch wel, laat het maar ook de klas inkomen. Ja. Maar ik kan me al indenken hoe jullie daarnaar kijken. Maar wat voor risico's? We hebben het al een aantal risico's, directe risico's in de klas. Mm-hmm. Maar er zijn misschien meer punten te noemen. Het is een onderzoek waarbij, dat staat ook in de publicatie, waarbij dus alleen maar de aanwezigheid van de telefoon op het bureau ervoor zorgt dat kinderen 20% slechter presteren. Ik hou even van. Ja, heel verstandig. 20% slechter presteren op het werk wat ze doen. Gewoon alleen maar doordat die daar ligt. Ja. Wat daar vind ik echt bijzonder in is, want dat vind ik ook heel leuk als ik zelf werk met leerlingen, is om ze bewust te maken iets van, ook al, een leerling zegt heel vaak, maar ik doe er helemaal niks mee, ik reageer er niet op. Maar op het moment dat die ping gaat, ook al doe je er niks mee, ben je anderhalf minuut weg. Ja, heb ik ook. En dat hebben wij zelf ook, omdat je toch denkt, van wie is het en waar gaat het over? Ja. Nou ja, die anderhalf minuut, die heb je gemist. Dus dat is gewoon heel risicovol. Ja. Het is zonde om eigenlijk die leertijd... het is gewoon niet efficiënt, niet handig. Maar het gebeurt wel natuurlijk. Ja, het doet ook iets met de veiligheid. Er was net op de radio een stuk over eten verzorgen voor leerlingen. Omdat er natuurlijk armoede. Ja. Maar op het moment dat je een situatie creëert waarin kinderen niet hoeven na te denken over over buiten. Of over thuis, hoe moeilijk het daar is. Of over... wat er met je vrienden gebeurt, over die en die hebben beef met elkaar. Als je daar allemaal niet over na hoeft te denken, want
die trilling komt niet. Dus je kunt dat gewoon even vergeten. Dan heb je ook veel meer aandacht voor wat je kunt leren, wat je aan het leren bent. Ja. Dat scheelt natuurlijk ook. Het komt weer het punt van aandacht naar voren eigenlijk. Hè. Die digitalisering is eigenlijk die maakt die aandacht langzamerhand kapot. Die beïnvloedt dat op een negatieve manier. Als we daar niet mee om leren gaan. Dan wordt het een paard van Troje. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk nog wel dat je echt heel goed kunt kijken in welke fase. Als ik bijvoorbeeld kijk naar smartphone verbod op in primair onderwijs, dan denk ik van ja, als je kijkt naar uitrijping van het brein, denkvaardigheden, executieve vaardigheden en de mogelijkheden die je in primair onderwijs als leerling hebt om te sturen, dat is gewoon er niet af. Nee. Dus daarin helpt het denk ik om kordaat, liefdevol te begeleiden en te zeggen niet in die klas. Ja. Wil niet zeggen dat je niet wat kunt meegeven over wat doe je dan eigenlijk thuis? Hoe doe je dat dan eigenlijk met je huiswerk? Ja. Dat niet. Maar het helpt wel om daar soms ook een grens in te hebben. Maar overschatten we leerlingen dan ook niet een beetje? Want net zo bij reflecteren, dat krijgt ook zo'n hele grote rol. Steeds grotere rol, hè? De leerkuil, hè? Al hele jonge leeftijd. Ik heb ook eens gelezen dat kinderen daar ook wel heel veel moeite mee hebben om dat te snappen. Omdat ze gewoon nog, ze zijn gewoon klein. Ze kunnen nog niet consequenties goed overzien van hun gedrag. Sommigen misschien wel. Sommigen misschien wel, maar een groot deel ook gewoon niet. Nee. Ja. Ja. Nou, reflecteren kun je leren, denk ik. Ja, maar, ook al vanaf je... Ja, je kan natuurlijk klein beginnen. En het helpt om rekening te houden met de werking van het brein. Ja. En niet dingen naar binnen te gooien waar je gewoon op dat moment nog niet aan toe bent. Nee. Je kan natuurlijk ook gewoon tegen leerlingen zeggen, joh, neem morgen je mobieltje mee. Gaan we er iets leuks mee doen, dan gaan we daar wat over leren. Dat betekent niet dat je altijd met rekenen en taal en continu dat ding aanwezig hoeft te hebben. Nee. Hoe kijken jullie dan naar recente het verbieden van mobieltjes in de klas? Hè? Een wetsvoorstel van het CDA onder andere. Of van het CDA, wat niet heeft gehaald. Nee, wat ik heel jammer vind. Ja, wat ik heel jammer vind is dat het niet heeft gehaald nog. Nee. Volgens mij zijn ze er nog over in gesprek. Of is het helemaal van de baan? Het voorstel werd volgens mij niet meerderheid gekregen. Maar het is nu wel. Dennis Wiersma er ook over aan. Ja, er is wel dusdanig veel ophef over ontstaan. In die zin is het een succesvol initiatief geweest. Ja. Want er is heel veel over gesproken. Ja, er wordt heel veel over gesproken nu. En je merkt dat het wel echt onderwerp van gesprek is. Ja, wat ik jammer vind is dat het niet verder gaat. Dat ze zeggen, het voorstel tot nu toe was niet in de klas, tenzij educatief. Maar buiten de klas mag het wel. Ja. Terwijl juist wat jij al eerder vertelde over scholen waar het ook buiten de klas niet mag. Dat je daar juist in de pauzes heel veel interactie ziet tussen jonge mensen en die daar heel veel leren. Ja, je vertelde dat, een school waar je was geweest. Ja. Nou, wij werken inderdaad voor scholen die al smartphonevrij beleid hebben. Als je kijkt naar prestaties, zie je dat die omhoog gaan. Als je docenten vraagt, dan zeggen ze ook van wat wij zien. Meer focus, meer aandacht, minder afleiding. Wat ze ook wel aan vertellen van, de laatste 5 minuten van de les zijn ze over het algemeen al bezig met, ik ga mijn telefoon weer pakken. Hè. Dus je zorgt echt voor kwalitatief meer les en meer verbinding tussendoor. Wat je ziet op die scholen is op het moment dat je niet met die mobiel door je gangen loopt, is dat er ook daadwerkelijk iets anders gebeurt. Meer gesprekken ontstaan. Ik zie op sommige scholen inderdaad tafeltennistafels of airhockey. Nou, op de gemiddelde middelbare school zit iedereen in die aula toch redelijk aan het mobieltje. Zie je een andere verbinding, andere sfeer. Hij is gewoon letterlijk voelbaar, omdat er een andere interactie ontstaat. En ik geloof wel dat dat ook invloed heeft op welzijn en daarmee op leren. Ja. Ja, ik denk het ook. Ik denk ook dat het heel belangrijk is, omdat iemand schreef als reactie op een van onze blogs. Waarom moet ik in vredesnaam op school omgaan met mensen die ik niet kies? Terwijl ik via mijn telefoon gewoon contact kan hebben met mijn vrienden. En daar denk ik hetzelfde. Wij denken hetzelfde en wij kunnen het goed vinden met elkaar. Waarom moet ik het? Wat moet ik doen met iemand waarmee ik het helemaal niet kan vinden? Die ik belachelijke standpunten vind te hebben. Eigenlijk onderschrijft dat heel sterk, dat argument, dat het dus wel moet. Ja, dat het juist belangrijk is om andere mensen te ontmoeten. Ja. En ook als het gaat over een inclusieve samenleving. En ook verschillende opvattingen, mensen tegenkomen die andere opvattingen hebben. Ja. Zou je juist zeggen, juist belangrijk. Als je leerlingen vraagt, wat vind je er nou van? Ja. En dan zeggen die van... Over dat verbod? Over dat verbod. Ja. Dan zeggen die over het algemeen, ik zeg er heel erg tegenop, valt eigenlijk wel mee. Ja, dat we met z'n allen doen, was eigenlijk zo erg net niet. Wat ik hoor is van, we kunnen geen foto's meer maken. Dat is ook een soort van manier waarop wij tegenwoordig onze geschiedenis, En ik denk dat voor smartphonevrije scholen het ook helpt om bewust te zijn van, er zijn ook leerlingen die wat minder sterk zijn in de interactie. En die normaal in de aula wel eens, dan kun je zitten met dat mobieltje. Hoe ga je daar dan eigenlijk mee om? Dus hoe? Dus ook dat een stukje begeleiden. En meegeven, hoe doe je het thuis? Hier doen we het zo. Dus ook daarin helpt dat stukje metacognitie, denk ik wel.
Interessant, hè? Ja, ik moet even denken aan... een tijdje geleden luisterde ik naar een podcast van Joe Rogan. Daar waren jongens van de Social Network. Die serie over sociaal netwerkgebruik. Die zeiden toen van... ja, we zijn eigenlijk terechtgekomen in een situatie... waarin wij een soort hypermodern algoritme hebben. We weten precies wie we moeten bereiken en hoe we dat moeten doen. We weten ook hoe lang we dat moeten doen. Maar ons brein is eigenlijk nog vrij prehistorisch. In de zin, wij kunnen daar bijna geen weerstand aan bieden. En dat weten we. We weten ook hoe dat werkt. En hij zei, dat vond hij een hele gevaarlijke combinatie. En hij ging zelfs zover dat zijn kinderen volgens mij niet naar een school gingen... waar op een tablet werd gewerkt. Dat vond ik heel opmerkelijk. Ja. Maar ik ben geen breinexpert. Kan je iets zeggen over hoe dat brein reageert op dit soort prikkels, zoals zo'n telefoon, ik noem even TikTok of korte shorts, veel prikkels. Je hebt er een paar dingen even in het begin over gezegd, maar misschien kun je toch iets meer uitpakken. Nou, eigenlijk hebben we drie breinsystemen. We hebben een denkbrein, een reflexbrein en een archiverend brein, zeg maar een pauzebrein. Dat denkbrein dat is nog volop aan het uitrijpen bij leerlingen, bij jongeren. En nog niet klaar. En dat denkbrein vraagt eigenlijk, dat is een soort van manager van je hoofd. En die heeft echt gerichte aandacht nodig. Dat reflexbrein, dat gaat eigenlijk als vanzelf. Dus die hoeft geen moeite te doen. En die is eigenlijk continu op zoek naar beloning. Wat is er hier leuk? Waar ben ik nieuwsgierig naar? En eigenlijk op zoek naar dopamine kicks. Als we ons plezierig voelen op het moment dat je een like krijgt, dan ontstaat er een soort van beloningje. En ons beloningscircuit in het brein gaat aan. Dat is eigenlijk fun. Gedeeltelijk kan je daar als leerkracht ook gebruik van maken. Als iets leuks is, bij wijze van spreken, als het interessant is, dan stroomt dat stofje ook. Wat het gevaarlijk is, dat als je continu op zoek bent naar dopamine kicks, dat je bijna niet bij volgehouden aandacht en voldoening aankomt. En dat heb je ook nodig. Als je kijkt naar bijvoorbeeld, als je kinderen bevraagt van waar heb je dat nodig, in sport, om bijvoorbeeld bij het voetballen die oefening echt onder de knie te krijgen. Dat is iets anders. Hè? Dat je uiteindelijk door lange training ook iets bereikt. En door steeds die korte kicks kom je daar niet. Je leert niet volharden. Je leert niet door te zetten. Ja, dat betekent op het moment dat ik thuis bezig ben met mijn huiswerk met een lastige wiskundeopgave, dat ik denk, ja, ik weet het niet hoor. Ik ga even scrollen, ga even iets anders doen. Even afleiden. Ja. Of ik geef het op. Het gebeurt sneller dan. Ja, gebeurt sneller. Ja. En smartphone verslaving is ook een soort van continu op zoek zijn naar die dopamine kicks. En die quick fixes, ja, die voelen steeds, maar die na 2 minuten weet ook kwijt, moet er weer iets anders komen. Ja, er ontstaat niks natuurlijk. Je bouwt niks op. Het is niet dat je een jaar later nog denkt, oh, dat heb ik goed gedaan. Nee, je hebt gewoon een jaar naar kattenfilmpjes zitten kijken. Ja. Ja, ik heb ooit een paar jaar geleden een boek over managementverslaving geschreven. Oh ja. En dan heb ik ook veel experts geïnterviewd over hoe verslaving eigenlijk werkt. Om die metafoor als het ware op bepaalde processen in managementland te leggen. En daar vertelden die verslavingsartsen eigenlijk ook dat hele beloningssysteem, dat moet je even aan denken dat het helemaal verstoord is. Dus je kan niet meer plezier hebben van dat het 's ochtends de zon opkomt. Omdat jouw lichaam eigenlijk alleen maar andere vormen van dopamine wil hebben. Ja. En dat gaat dus niet eens zozeer om de drug zelf, maar om het gevoel dat je wat hebt. Ja. Dat je kan drinken of dat je kan shoppen of dat je kan fitnessen, zou ook een verslaving kunnen zijn. Ja. En zo'n telefoon heeft eigenlijk misschien dus in zekere zin, of digitalisering kan hetzelfde oproepen in je brein. Nou ja, wij geven ook workshops voor professionals. Hè, waar ik bij het schrijven van het boek heel erg gemerkt heb. Ik dacht, het gaat over adolescenten, maar het gaat ook over ons. En docenten zeggen, wij zijn zelf ook heel erg verbrokkeld. Als je kijkt naar het smartphoneverbod in auto's op de fiets, dat is echt hartstikke goed. Ja. En toen zei laatst een van de docenten, die zei, ik merk eigenlijk zelf dat als ik bij een stoplicht sta, dat ik de neiging heb meteen mobiel, omdat ik denk, ja, die 5 seconden. Dat heb ik ook. Ja, dat. Ja. Oh, wow. En dat is... Dat sorry maar. Ja. Confession. Ja, maar daar zit hij eigenlijk in. Voor jou slechter dan voor mij, denk ik. Nee, maar ik herken het, dat je even wil kijken. Ja, of er moet continu iets in zitten. Ja. Of op de fiets zitten en ook een podcast. Want ja, ik zou eens alleen gaan fietsen. Ja, dat betekent wel dat je archiverend brein dus nooit aan de gang gaat. Ja. Je hoeft nu niet de podcast uit te zetten als je fietsen. Nee, sorry, je maakt je gedachte af. Ja, je archiverend brein gaat dan nooit aan de gang. Ja. Als je elk stil moment opvult met iets anders, dat is juist het moment waarop de ideeën ontstaan. Ja. Omdat je archiverend brein dan dus al die nieuwe informatie die je net hebt opgenomen, gaat plaatsen tussen al die andere informatie die je al hebt. Dan worden er nieuwe links gemaakt. Nee. Daar komen de ideeën uit. Ja, als je daar geen tijd voor neemt, dat betekent ook dat de informatie die je net hebt opgenomen niet hecht. Dat is ook de reden waarom leerkrachten soms zeggen van, ja, maar als ik denk dat ze niet opletten en ik stel de vraag, dan weten ze het toch. Terwijl ik zeker weet dat hij zat te gamen.
Ja, dat komt omdat het nog in je actuele brein zit, zeg maar. Maar als die leerling niet de tijd neemt, vervolgens niet de tijd krijgt om dat ook te verwerken en op te slaan, ja, dan is die toets over 3 maanden, dan is alles weer weg. Ik moet even denken aan een podcast die ik eerder met Joop Berding heb opgenomen. Die onder andere over Cornelis Verhoeven een boekje heeft geschreven. En die had het ook over het punt tussen de relatie tussen leerkracht, leraar en het vak en de inhoud. Maar ook het punt van stilte en rust. Dus dat er ritme zit in een schooldag. En dat we de neiging hebben om het heel erg vol te stoppen, heel druk te maken. Maar dat eigenlijk onderwijs ook gaat over een vorm van verstilling en vertragen. Ja. En ritme. Maar als je natuurlijk constant... Nou, even dat idee van die telefoon pakken op je fiets bij het stoplicht. Dat kan dus ook in dat onderwijssysteem door. Yeah. Ja, je hoort ook best wel vaak dat leerkrachten ook de computer aanhalen of gebruik van games aanhalen om kinderen te belonen. Dan hebben ze goed gewerkt, hebben ze hun toetsen gedaan. Nou, fantastisch, ze zijn wat eerder klaar, dus dan mogen ze lekker even gamen. En ik snap dat. Ik ben vader van 3 kinderen, dus ik snap hoe dat werkt. Ja. Maar tegelijkertijd, doordat je dan weer die computer erbij pakt, in plaats van dat je de kinderen even een bordspel laat doen of even iets functioneels, iets fysiek laat doen, daardoor verdwijnt het ook weer sneller. Ja. En daardoor ga je weer extra boven de adviezen wat betreft schermtijd natuurlijk. En wat denk ik ook helpt, is dat je leerlingen leert pauzeren. Ja. Ja. En dat helpt. En daar, volgens mij, dat was voor mij de grootste eye-opener in het boek. Dan vroeg ik docenten van, nou, hoe doe je dat op het gebied van korte pauze, micropauze, pauze van een paar minuten? En dan kreeg ik de vraag, nou, jij bent zeker geen docent, want ik heb 50 minuten, dus daar heb ik dus echt geen tijd voor. Om een pauze te doen. En daar was ik echt, toen zei ik, en hoe doe je het eigenlijk voor jezelf? Als je van de ene naar de andere les, en je hebt wel eens dat de les niet zo lekker ging, hè? Waardoor je eigenlijk met lijf sta je in de ene klas, maar met je brein zit jij niet in die andere. Van, hoe dan? En daar volgens mij is daar gewoon ontzettend veel over bekend. Ja. Van korte rustpauzes. Wat was een antwoord daarop? Weinig bewustzijn. Weinig bewustzijn doorlopen. Doorlopen inderdaad. Doorlopen, en ik bied in het boek heel veel micropauzes aan. Hè? Ja. 2 minuten met de hoofd op de armen. Gewoon eens liggen. Oké, hoe kunnen we dat doen als je nu luistert? Micropauze met je hoofd op je armen? Ja, gewoon. Bijvoorbeeld. Dus je kan gewoon even... Of je vroeger op je tafel lag en uit het raam staarde. Ja, oké, dat. Dus echt even gewoon een minuutje, even 2 minuutjes. Dat doen. En wat ik heel mooi vind, dat is een van de docenten bij Saxion Hogeschool, die zegt van, in het begin is het natuurlijk lachen. Denken leerlingen, wat hebben we nu aan mijn fiets hangen? Ja. Maar op een gegeven moment gaan ze erom vragen. Ja. Want het is echt wel intensief. Het is wel lekker. Je moet even een beetje denken aan die powernaps, waar ook wel onderzoek naar wordt gedaan. Dat schijnt toch ook te werken, hè? Dat een goed effect heeft. 20 minuten slapen. Niet te lang. Onder de 20 minuten zo. Zoiets, toch? Ja. Te lang niet, want dan kom je echt in je slapen. Dat schijnt ook weer niet goed te zijn. Ja, maar zelfs korter, als je kijkt naar breaks van een paar minuten, wat die doen met stresshormonen als cortisol en adrenaline. En eigenlijk gaat er in zo'n korte pauze, en eigenlijk weten we het zelf, hè? Ja, als je even naar de koffie loopt, heb je soms een leuk idee. Maar tenzij je dan je mobiel erbij pakt. Maar niet zo gek toch, dat er is grote aandacht voor meditatie, mindfulness. Ja. Dus dat is volgens mij tegelijkertijd ook een schreeuw of een roep en een zoektocht naar aandacht, naar overspanning, onderspanning, verstilling. Ja. En het risico is dus met al die digitalisering, dat je eigenlijk de hele dag aanstaat. Je staat aan de ene kant, dat vind ik eigenlijk echt interessant, heel erg aan. Maar het leren gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Het leren gaat helemaal niet zo goed. En bijvoorbeeld als je kijkt naar die rustmomenten. Je hebt momenten nodig dat het netwerk even door mag sudderen. Waardoor je op een nieuw idee of dat je denkt, hey, hoe verhoudt dit vak zich eigenlijk met dat andere? Of hoe kan ik dit eigenlijk plaatsen of van de vorige keer? Koppelingen maken. Dat lukt niet. En ik snap heel goed waarom docenten zeggen van, nou, dan even 5 minuten op je mobiel. Want dat is hartstikke leuk. Ja, maar als je kijkt naar je les, kan je net zo goed doorgaan. Ja. Maar misschien even een andere vraag. Als je nu in de trein zit, of je zit in de bus, of je kijkt op straat naar jongeren, dan zitten natuurlijk heel veel jongeren op hun telefoon. Ja. Zijn er ook een tegenbeweging, hoor. Ik zie ook wel jongeren kiezen voor... Okay. Die ook dan die in de trein zitten, hey joh, doe even dat ding weg. En dus ben je positief over de toekomst? In de zin van, hoe kijk je? Ik ben positief over jongeren, zeker. Ja, oké. Okay, ja. Maar ik vrees wel dat de technologie een grote winst gaat maken. En wat, dus op hersenontwikkeling, dat punt hebben we nu wel echt even besproken.
Nou, dat wetsvoorstel, dat wordt dan nu ook weer verder... Wiersma is zich aan het beraden, zoals dat dan netjes heet in Nederland. Ik noemde even de voorbereiding al, Koopman en Dominee. Hè? Dat is toch wel Nederland, is erg van de grote verhalen. Maar het echt navolgen en naleven is toch uitdagend. Wat kan je nou doen met elkaar om dat paard van Troje misschien... wel een ezeltje naar binnen, maar niet meteen een groot gevaarlijk paard. Wat zijn de aanknopingspunten? Nou ja, ik denk dat je... Wij zijn ook weer technologie aan het inzetten om die technologie terug in het hok te duwen. Ja, dat is natuurlijk waardig. Ja. Wel een beetje vreemd. Maar ik denk dat we een overgangsperiode hebben nu waarin we er mee moeten leren omgaan. En op wat voor manier dan ook, we zullen aan de andere kant moeten uitkomen. Want op deze manier werkt het niet. Nee. Ja, en ik denk wat je als school te doen hebt, is beleid, visie, kader. Wat wil ik graag mee? Hoe? Waarom? Bijvoorbeeld als je kijkt naar die adaptieve lesmethode. Hoe dan? Wanneer dan? Ja, begin wel met beleid natuurlijk. Beleid? Specifieker maken. Hè? Wat betekent adaptief? Wat doe je in de klas? Ja. Laat maar eens even zien aan elkaar. Hè? Want iedereen... Dus kaders, visie en beleid zijn wel hele mooie drie-eenheid. Ja, en eigenlijk ook heel praktisch. Dan heb je een heel mooi open leerplein. Wat wou je daar eigenlijk mee? Ja. En ik zie ook dat als ik studenten interview, die denken ook... Open leerplein, maar een soort van hoe gaan we daar eigenlijk met elkaar om? Hoe ga je met digitale middelen daarin om? Ja. Wanneer is er rust? Wanneer is er stilte? En ik zou het studenten en leerlingen gunnen, maar ook docenten. Ja. Ik hoor steeds meer docenten die zeggen: ik ga niet meer in de leraarkamer zitten of in de docentenkamer. Terwijl je dat eigenlijk zou willen, want dan kan je elkaar nog iets vragen. Ja. Of in een overleg, iedereen zit zelf op zijn laptop op mobiel daarin. Hè? Dus de rust en de focus. Ja. Dus ook daarin. Maar daar komen we ook in de kantoortuin, zijn we ook wel teruggekomen. Hè? Ja. Dat zie je toch ook breder van. Ja, kan wel werken op sommige plekken, maar mensen hebben wel behoefte aan rust en ook concentratie. Hè? Ja. Aandacht op je werk. Ja. Tijd nemen om iets te kunnen, ergens diep over te kunnen nadenken. Die. En ik denk dat je als docent ook heel veel kan doen als je kijkt naar je eigen rolmodelgedrag. Als ik kijk naar bijvoorbeeld leerlingen die dan zeggen van ja... Wij mogen niet, maar bij de toetsen of bij de surveillance zit ze op de mobiel. Weet je, dat je even nadenkt, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Ja. En dat daar beleid op is vanuit de school. En dat er ook op geacteerd wordt door de medewerkers. Ja, zeker. Ja. Maar ik val mij ook op. Ik heb een jaar of twee geleden een keer in het noorden van het land bij een mbo een podcast over digitalisering gemaakt. En toen aan studenten vroeg ik in het begin, hoe lang zit je op je telefoon? En toen zeiden ze van, 2-3 uur per dag. Ik zei, pak hem maar even erbij. Hè? Dan zaten 20, je kan hem op YouTube terugkijken, maar zaten er 20-30 studenten. En als ze gaan kijken, ze zaten 3 keer zo hoog als ze hadden ingeschat. Ja. Dus echt hoog. En 7 uur, 8 uur op een telefoon per dag. Ja. Hadden ook hele grote telefoons. Ja. Bewustwording, hè? Dus niet weten. Maar wat ik me toen af, dat wil ik punten. Hoe zitten ouders daarbij? Soms weten ouders dat ook niet. Die staan natuurlijk ook op afstand in zekere zin. Zitten ze zelf ook op een scherm? Ja, waar kan je van afkijken? Dus ik vind... En een van mijn andere tips zou zijn om ook leerlingen daarbij te betrekken. Ik zie hele mooie voorbeelden van klassen, challenges. Dus bijvoorbeeld houden ze een weekje schermgebruik en bespreek dat eens thuis. Oh jee, mijn vader en moeder heeft nog meer dan ik. En dat soort dingen. Vorige week hadden wij wij geven altijd een proefperiode aan scholen. Dan kun je 6 weken dat die knop proberen. Ja. En dan hadden we een leerkracht die zei, het was niet te geloven. Hij was net binnen die knop, ze hadden hem aangesloten. En hij stond nog helemaal open. En dan kun je dus zien in het dashboard hoeveel de klas naar games gaat of naar social media. Dat kun je ook zien? Kun je zien, ja. En in de eerste paar dagen, in de 3-4 dagen, waren die kinderen 1300 keer naar een game geweest. Tijdens school. En op basis daarvan heeft de juf een gesprek gehad met de klas. Zo hebben we dat niet afgesproken. Hoe zit dat? Nou, toen hebben ze een heel goed gesprek over gehad. En de week daarna waren het 0 bezoeken op gamesites. Dus dat beschouwende, dat samen dus je kan met over kijken naar wat voor invloed heeft het, wat voor gevolgen heeft het. Ja, dus je kan zeggen, je moet reguleren, regels streng. Maar je kan zeggen, het is een interventie om in gesprek te gaan met je leerlingen, met je groep, met je klas. Ja, over hoe willen we hier met elkaar fijne tijd hebben. Ja, en leerlingen hebben daar vaak zelf hele leuke ideeën bij. Ja. Als je ze laat bedenken van, hoe ziet je ideale dag en verdedigd is, maken ze een
beetje een taartverdeling. En ze volgen dat dan en zien dat dat nogal afwijkt. Van wat ze werkelijk doen? Ja, van wat ze werkelijk doen. Een beetje het voorbeeld dat jij aangeeft. Ja. En dan wat kun je doen? En daar is bij spreken met elkaar ideeën. Ja. Dat, ik zag hele mooie voorbeelden van een uur en daarna gaan we iets samen doen. Of even samen naar buiten, wat dan ook. Hè. Dan hebben we dat allebei gedaan. Of meer op die manier. Ja. Dan denk ik van denk heel leuk. Omdat mooi hoor, mooi voorbeeld. Want ik denk dat we komen ook uit een tijd misschien. Ik denk dat we dat een beetje achter ons aan het laten zijn. Waarin we heel lang hebben gezegd. Leerlingen moeten toch zelf dat leren. Wij moeten toch leerlingen... Ja. Ja, die telefoon, ja, die is nou eenmaal bij je. Ik heb het ook bij de kinderen op mijn school gezien. Dat de reactie is van leerkrachten. Dat je toch denkt, ja, maar als je 10 bent... Ja. Is dat niet helemaal de professionele houding, denk ik. Ja. Nee, het is een soort van... Ik stuur mijn kind met een fiets de snelweg op. Van, ja, hij moet toch leren. Ja, hij moet toch leren. Het is daar nou eenmaal. Ja, het is zo leuk. Ik bedoel, want laat het even wel wezen. Als ik speel eens op de Nintendo Switch spelletjes. Ik bedoel, dat is zo gaaf. Het is zo mooi. Ja. Het is full HD. Het is adaptief. En het, volledig in game. Als je mij die optie zou geven op een basisschool, ik zou alleen maar gamen. Natuurlijk. Ja. Echt. Ja. Ik zou me echt niet kunnen inhouden. Nee, en ik wil daar nog wel 2 dingen op noemen. Als ik leerkrachten, wat ik op middelbare scholen soms zie, is het is gekoppeld aan niveau. Dus bijvoorbeeld HAVO, VWO of niet de telefoon in de bovenbouw in de telefoontas en op MAVO, VMBO wel. En dan denk ik, wat, ze zijn beide 16, 17. Er is geen koppeling met intelligentie en beheersing. En wat me opviel in het HBO... Sorry, er is geen koppeling tussen intelligentie en zelfbeheersing. Nee, het is dus niet zo. Je moet dit gewoon leren. Iedereen moet dit gewoon leren. Ja. Dus verwacht niet dat als je in 4 VWO zit... Dat het makkelijker is. Dat je dat gewoon vanzelf kan. Ik heb bijvoorbeeld gekeken bij de timmermansopleiding op een mbo-opleiding. Er worden prachtige kasten gemaakt. Er zit niemand op zijn telefoon. Nee, terwijl natuurlijk op de universiteit bij mij, als ik college geef... Alle mogelijkheden. Dus ik denk juist dat die misschien wel beter leren... om dan aandachtig een mooie kast te maken. Ja, maar het onderscheid is natuurlijk idioot. Is idioot. Ja. En ook als je kijkt naar beroepsonderwijs of universiteit... je hebt hiervoor gekozen, dus je zal het wel kunnen beheersen. Dat is een iets te... snelle aanname. Ja, nee, dat lijkt me ook gek, zeg. Het is net zoiets als zeggen, je hebt hiervoor gekozen, dus je zult wel gezonder eten. Ja. Dat is net een soort vreemde aanname. Ja, dus daar moeten we toch goed over nadenken. Ik vind ook wel mooie voorbeelden van, heel veel scholen hebben gehad, bring your own device, hè? Ja. En dan wat dan met dat device? En misschien dezelfde mbo in het noorden van het land, die zei van, het eerste kwartier gaat nergens meer een laptop op tafel. Wij beginnen gewoon met verbinden. De doelen van de les kan ik prima uitleggen zonder dat je schrijf ze op een bord in hemelsnaam. Dat. Ja. Zo van, wat ik dus zie op scholen, ook in het beroepsonderwijs, dat probleem met bring your own device, wat er dus gewoon de praktijk is, dat je de eerste 12 minuten, 15 minuten bezig bent met batterij, accu, inloggen, codes kwijt, geen abonnement. Ja. Bij de les krijgen. En wat er ook daarna nog gebeurt, is dat je didactisch niet instructie gaat geven of geen kennis gaat overdragen, maar je bent aan het praten over de procedure om op het systeem te komen. Terwijl dat je primetime is. Ja, dus die digitalisering doet ook iets heel geks. Zouden we eigenlijk nog een keer een andere aflevering over moeten maken. Maar dat vind ik, terwijl we het over praten, moeten we dat echt een keer uitdiepen. Ja. Is dat we eigenlijk daardoor geen kennis meer overdragen, maar praten over. Ja. Procedures overdragen eigenlijk. Ja. En dat is heel gek. Dat is een heel gek verschil, maar het is heel duidelijk voelbaar in klassen. En het is heel duidelijk in rendement waarneembaar. En als je dan, je hebt maar 3 kwartier tijd. Nou, daarvan hou je een half uur. Moet je toch wel een beetje... misschien toch gewoon een krijtbord. En dan af en toe gewoon lekker op je telefoon. Ja, of inderdaad, als je laptops nodig hebt. Laptops die beheerd worden door school. Bijvoorbeeld. Zodat je precies weet wat er op tafel gaat. Precies weet hoe het werkt. Ja. In plaats van je eigen tablet. Want daar staan ook heel je games op. Daar heb je ook een associatieve netwerkenprobleem. Het is exact hetzelfde ding als waar je s'avonds thuis mee aan het gamen bent. 'S ochtends vroeg nog voordat je naar school gaat. Was je nog een game aan het spelen op het apparaat. En dan doe je hem open en dan moet het ineens een leerapparaat zijn. Ja, zo werken hersens natuurlijk ook niet. Nee. Hey, nog een laatste thema wat ik even nog zou willen bespreken, zijn indirecte risico's die ook in het artikel worden genoemd. Ja. Zoals bijvoorbeeld slaap en emotionele aandacht. Daar is natuurlijk heel veel, wordt er gesproken over blauwe schermen en zo. Blauw licht. Oh, sorry, blauw licht. Ja. Er zitten cellen in je ogen en die zijn gevoelig voor blauw licht. Ja. Blauw licht heb je in de ochtend, dus dan word je wakker, dan wordt er geen melatonine meer aangemaakt. Ja, dus dat zit ook in LED's, zeker in goedkopere LED's. Maar dat zit niet alleen in schermen. Dat zit ook in LED-lampen, overal waar je LED-licht gebruikt. Heb je meer last van slechtere slaap. Dat staat niet hierin, heeft er niet direct mee te maken. Maar een onderzoek geweest dat blinde mensen, die hebben minder lampen aan. Dus die hebben minder problemen met verstoorde aanmaak van melatonine. Interessant. Ja, die, en als je kijkt naar psychosociale, je beantwoordt nog wat appjes en je hoort de pingetjes nog binnenkomen. Ja, dat is heb je net die vriendin niet beantwoord. Je bent zo 40 minuten blijkbaar verder, dus die.
En als je net een game hebt gedaan, ja, dan zit de adrenaline nogal hoog. Hè. Dat slaapt ook net wat minder lekker. Dus oh, ja. ook die. Je ook denkt die... misschien een relaxe spelletje, maar ja. in feite is dat brein gewoon vol gas. Ja. Staat die aan. Ja. En over dat emotionele, dat is een. Dat is een ander punt wat je raakt. Hè. Ik vind het heel mooi als je kijkt naar onderzoeken bij kinderen die een paar dagen zonder mobiel zijn geweest. Ja. Die zijn ineens gevoeliger voor hoe gaat het eigenlijk met jou? Inschatten. Ja, en inschatten is echt iets wat je... Het zit in die denkvermogen, hè? Ja. Kijken van hoe gaat het met jou? Je gaat beter kijken. Je gaat gewoon beter kijken en opletten daardoor. Ja, waar het ook heel duidelijk wordt volgens mij... is wat nu naar boven komt. Hè, de angststoornis en depressieve gevoelens onder jongeren... zijn onverminderd aan het groeien. Ja. Men had verwacht dat... wel had verwacht dat het tijdens corona natuurlijk erger zou worden... vanwege isolatie en dergelijke. Maar het gaat gewoon door. Ja. En terwijl tegelijkertijd zeggen mensen... ja, ze hebben toch de hele tijd contact met elkaar via devices. Hoe kun je dat combineren met... we hebben verwacht dat die sociale stoornissen zouden groeien. Als dat hetzelfde effect zou hebben. Als je dus op een device contact hebt met iemand... als dat dezelfde voldoening, sociale voldoening geeft... als direct fysiek contact... Ja, dan zou er toch geen stijging in zijn tijdens een isolatie. De hypothese die ik dan heb is dat je staat constant in verbinding met anderen... Dus er is ook altijd druk. Ja, dat ook nog. Druk van doe ik het goed? Ben ik hier? Is dat internaliserende gedrag, internaliserend of externaliserend? Ja. Wordt misschien groter dat je hem toch meer op jezelf gaat betrekken. En daar kan je last van krijgen. Daar kan je last van krijgen. Doe ik het wel goed? Ja. Maar goed, dat is ook inderdaad iets wat er uit een onderzoek komt. Ja. Dat kinderen die dus geloof vanaf zeven uur per dag voornamelijk op social media zitten, of in ieder geval op een scherm zitten. Dus eigenlijk de leerling waar jij het over hebt. Dat die een hogere mate van afhankelijkheid van goedkeuring van hun peers hebben. En dus ook hypersensitief gaan worden in een latere leeftijd. Precies. Alles moet goedgekeurd worden. Ja. En als je dat sterk naar binnen gaat betrekken, dat schijnt ook wel gecorreleerd te zijn aan depressief kunnen worden of slecht zelfbeeld. Hè. Internaliserend gedrag versus zeggen van jij bent stom. In plaats van dat je zegt, oh, dicht aan mij. Ja. Dat is constant aan jezelf ligt door al die social media. Ja. Goh zeg, wat interessant. Ja, hier kunnen we natuurlijk wel gewoon strak een paar uur over doorpraten. Maar dat artikel kunnen we gewoon lezen. Hè? Die ga ik even op de speaker notes zetten. Dus als je nu luistert en je wil daar meer over weten, dan kunnen we dat gewoon. Dan kan je dat gewoon doen. Kun je gewoon downloaden. Ja, kan je gewoon downloaden. En ik wil ook nog even het boek wat je hebt geschreven met Geanne Dirksen en Theo Kompernolle. Ja. Het is al een tweede editie inmiddels, toch? Ja. Tweede editie. Wordt nu gedrukt. Ja. Wordt nu gedrukt, dus die kan je... Zal ik even ook op de boekenplank zetten van Chipcast. Van Broekelbrein naar Focus. Volgens mij een mooie verrijking van dit gesprek. Ik zou denken, laat het even doorsudderen. Ja. Als we zo op het eind van de podcast komen. Dat is belangrijk, dus misschien even de podcast uitzetten... en lekker even stilte hierover nadenken. En ook beter leren kijken. Dat is misschien ook een mooi punt om podcast mee af te sluiten. Dankjewel voor jullie tijd. Leuk om met jullie over in gesprek te gaan. Ik denk dat we nog niet het laatste over hebben gezegd. Ja. Ik hoop het niet. Nee. Dus we gaan nog wat doen. Ja, we gaan door op onderzoek en door op met het verbeteren van het onderwijs. En bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. Ik vind het heel fijn als je de tijd wil nemen om een review of recensie te schrijven. Dat kan je doen op Spotify, Apple Podcast of YouTube. Hoe eerlijker, hoe beter. Dat helpt de zichtbaarheid van het kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende. Dank je.